deze nieuwsuitzending. Die gaat over onderwerpen die gebeurd zijn. Dus alleen maar feiten. Feiten waarvan je kan denken van, oh, als dat gebeurd is, nou, dan zie ik er geen God meer in. Ik heb daar geen last van. Dat wat gebeurd is, is gebeurd. Klaar. Het is ter ere van Alan Watt. Deze hele serie, dat wordt Alan Watt, cuttingthroughthematrix.com. Luister naar hem. Hij is geen bijbelgelovende christen. De kans dat hij door het putje valt, ja, en denkt van, godverkutjes, het stond al in de Bijbel. Ja, die is. Er is een kans. En al vindt Alan Watt de Bijbel niet, of God vindt hem niet, dat maakt niet uit. Alan Watt is een waarheidsspreker. En Christus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, als dat de meetlat is, als iemand de weg, de waarheid en het leven is, ja, hoe moet ik Alan Watt oordelen? Wat hij spreekt is de waarheid. Hoe hij het doet, de weg, hoe hij dat voor elkaar krijgt, ja, weet ik veel. En is hij het leven? Nou, hij komt, als ik naar Alan Watt luister, naar zijn stem, dan denk ik, nou, die persoon leeft. Ik denk dat hij gerookt heeft. Maar dat heb ik ook gedaan. Van roken krijg je een mooie stem. En Alan Watt kan ook gitaar spelen. Bij de weg. Dit was een Nederlandse taalgrap. Namens de Verenigde Naties moeten wij nu ingrijpen en vertellen dat Peggy Winkel een grapje maakte. By the way. Bij de weg. En dan Watt kan gitaar spelen. Hij heeft nog een soort kerstmissong. Dat is wel grappig. Hij is wel, ja. En hij zei er ook nog bij, ja, mijn vingers, mijn handen zijn een beetje roestig. Dus het komt er niet zo heel goed uit. Het is deze compositie die ik gemaakt heb voor deze kerstmis. En dat was in 2013 of zo. Ja, Alan Watt is erg serieus. En ik wil zijn Nederlandse variant zijn. Want we weten alles al. Dus als je wil weten van het Koninklijk Instituut, van de Royal Institute, of het Koninklijk Instituut der Internationale Affairs, is dat, betrekkingen. Ja. Het Koninklijk Instituut der Internationale Betrekkingen. Nou, dan voel je hem al hangen, of niet? Of ben je geen grote neger met een dikke lul? Homo. Nee, wat hebben wij te maken met een koninklijk instituut voor de internationale betrekkingen? Ja, ik geef je 10 seconden. Wat heb je eraan? Het Koninklijk Instituut voor de Internationale Betrekkingen. Moeten wij vriendjes worden met al die Molukkers? Dat willen die Molukkers helemaal niet. Dat hebben ze nooit gewild. Wij hebben die Molukkers hier onder valse voorwenselen naartoe gehaald. En toen werden ze een beetje chagrijnig of boos of whatever. En dat geef ik je groot gelijk in.
Want ze wilde helemaal niet naar Nederland. Ze wilde helemaal geen internationale betrekkingen met Nederland. Is dat van onzin? Laat die Molukkers lekker in de Molukken wonen. En alle Surinamers lekker in Suriname wonen. Internationale betrekkingen. En daar sprak ik laatst over de... Dat was de vaste telefoon. Nee, het was mijn mobiel. Een privénummer belde. Ik denk, nou, wat is er nou weer aan de hand? Nou, dat was de verbetering van mijn telefoonabonnement. Dus weer een extra korting of zo. Nou, meisje, meisje, ik vind het goed. Ja, maar bent u dan meneer Winkel? Ik zei, ja, dat ben ik. Is uw postcode? Nou, lalala, dat klopt ook allemaal. En ik vraag aan haar. Ik heb ook een vraag, zei ik tegen haar. Oh, nou meneer, dat mag goed. Ik zei, ja. Ben jij Surinaams? En zij lachen, jongen. Kijk, dat soort Surinamers, die zijn positief. Dan heb je gewoon een lekkere... Ja, ik werk bij de outbound telemarketing... en ik bel allerlei klojo's op met een namaken verbeteringsstrategie... om uiteindelijk meer geld per maand te gaan beuren. Maar dat maakt me geen donder uit. Ik heb ook naar haar gevraagd, van, wat ga je vanavond koken? Nou, zij was Hindoestaans, Surinaams. Zo, ja, dat wordt lekker eten hoor. Want die Hindoestanen, ja, die zijn toen op contract naar Suriname gegaan. Ja, pas op voor die Hindoestaanse Surinamers hoor. Oh, wat hebben we gelachen. De Hindoestaans, dat komt uit India. Ik vind het dat boek, dat heette... Heet het ook weer? Mahabharata. Toch? Ja. Met dat subdeel, en dat is dan de... Die heb ik ook nog in huis gehad. Die gaat alleen maar over Krishna. De Bhagavad Gita. Ja. Zo'n vrouw had ik moeten trouwen. Nee, in de zin. Zwanger maken. Maar ja, dat is allemaal vergeten. Gisteravond was ik weer eens lekker naar buiten. Dat is goed, een beetje bewegen, want ik word ook al bijna 60. En dan stond ik daar in de wietshop. Ja, dat hebben ze mooi hoor, dat heet Upstairs. Dat is daadwerkelijk een ware naam voor die tent en je moet er die trap op. En ik sta er rustig te wachten op mijn wiet van Pepijn, die staat er achter de bar. En wat je mag weten is dat ik met Pepijn heb ik in een reggae band gezeten. Zo. Ik heb Pepijn meerdere uren meegemaakt. Dat waren repetities van 4 uur of zo. Ja, dat ging mijn oude lichaam wel slepen hoor, of slopen. Zo. Maar in goede vrede afscheid genomen van Pepijn. Was allemaal oké. Ik bestel daar en ik zit te wachten tot het komt in de plastic zakkie. En dan word ik in mijn knieën getrapt van de achterkant. Heel zachtjes. En wie was daar? Mijn Geleense vriendin. Die weet precies waar ze mij een tikje moet geven. In mijn knieholte. Ja, natuurlijk. Maar dan heel zachtjes. Het was geen bejaarde mishandeling. Ik ga geen aangifte doen.
Ik zo naar haar, maar hé, schoonheid. Een mooie vrouw, hoor. Gisteravond de hele avond naar haar mogen kijken. Een hele mooie kaakstructuur, niet te breed. Kuiltjes in haar wangen. Oh, haar tanden zijn plotseling weer helemaal Colgate wit. Prachtige tanden heeft ze nou. Ja, wel een paar operaties gehad. Wat ik zo mooi vind aan haar is haar karakter. Ik zou haar elke dag in huis willen hebben. Ik zou haar slaaf willen zijn. Terugbetalen wat haar ontnomen is. Ik heb aan haar een schijnhuwelijk voorgesteld. Daar moest ze wel om lachen. Toen dacht ik, mooi zo. Dan zie ik weer die kuiltjes in jouw wangen. Ja, ik hou van haar. Ik kan er niks aan doen. En Geleen, dat is Limburg. Daar praten ze een accent. Dat is erg mooi. Ja, het is heel mooi. Oh, de mensen niet. Dat zeg je op zijn Limburgs. De mensen niet. Wat waarschijnlijk voor mijn Geleense vriendin bijdraagt aan mijn bewondering voor haar, is dat ik een meisje ken en dat is geboren in Leiden. En die werd door haar vriend, en die kwam uit Roermond, gedwongen om Limburgs te spreken. En die is van de studentenflat afgestapt, op 8 verdiepingen hoog. En pas de volgende ochtend werd het ontdekt. Misschien daarom wel dat ik gehecht ben aan het. Net als mijn vriend. Mijn vriend uit Roermond. Die haar dwong om Limburgs te spreken. En dat, ja, is hij verantwoordelijk voor het feit dat zij van die flat afgestapt is? Nou, ik denk het niet. Misschien was ik het wel. Want ze was bijna op de kamer gevallen. Op mijn kamer. Maar de wind was een beetje bezig. En toen is ze op die kamer naast mijn kamer gevallen. 8 verdiepingen. Een behoorlijke snelheid, hoor. Om het maar even vrolijk te houden. Het is erg belangrijk om je leven te observeren. En wat maak je mee dan? Al die mensen waaraan je vraagt van hoe gaat het met je? En dan zeggen die mensen, ja goed. Ja. Wat heb je meegemaakt? En stel je een detailvraag, dan worden ze geïrriteerd. Heb je het over mijn privéleven? Nou, ik liever niet. Ja. Al die mensen moeten bij het grote geheime genootschap. Want wij praten niet over privéleven. Wij praten niet over religie. Wij praten niet over politiek. En valt er nog wat te lachen? Ja, ga bij de vrijmetselarij, mafketel. Maar religie is een erg belangrijk ding om het over te hebben. Want er wordt geld verdiend met religie. En dat klopt niet. Religie is gratis. Je kan nu op internet, de King James online, heb je zo te pakken, hoor. De Koning Jacobus Bijbel.
Dan heb je ook nog de Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap. En je hebt de statenvertaling.net. Dat is allemaal gratis. En dat is een beetje moeilijk te lezen. Dat snap ik wel. Met een iPad of whatever. Liever heb je een boekje. Daar kan je aantekeningen in maken. En zo'n ding, zo'n boekje, dat kost je maar 9 euro. Hier in Arnhem. Dus je, neem je een tientje mee, voor alle zekerheid. Dan loop jij de deur uit met een King James Bijbel van 1611. Ja. En dan kan je ook nog boekenleggers kopen. En wat kosten die? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar die hoef je niet te kopen. Een boekenlegger kan je zelf maken. Daar heb je een A4'tje voor nodig en een schaar. En dan knip je een stukje van het A4 af en dat is een boekenlegger. Of een bonnetje van de supermarkt. Dat is ook heel handig. Dan heb je helemaal geen schaar nodig. Dan gewoon het bonnetje. Want ik vraag nooit om een bonnetje. Dat maakt mij uit. Dat is allemaal CO2-belasting. En dat gaat weer van pensioen af. Ja, en ik denk ook een beetje aan de toekomst. Hè? Want de resultaten uit het verleden bieden geen garantie. Dus ik vraag nooit om een bonnetje. Nou, vraag om een bonnetje. Heb je een boekenlegger voor je Bijbel? Kost niks. Of een bon van het pinnen. Wilt u een bon? Dat is zo'n stomme vraag. Dan sta ik voor zo'n pinautomaat. En dan weet ik nog met mijn Korsakoff brein. En ik heb ook dat andere, weet het ook weer. Dementie heb ik last van. En dyslectiose of zo. En dan sta ik voor zo'n pinautomaat. En dan vraagt die pinautomaat aan mij: wilt u een bonnetje? Waarom? Wat denkt die automaat wel niet? Dat ik daar kom voor een bonnetje? Waarom? Ik wil poen. Ja, maar zo'n bonnetje is wel handig. Voor wie? Wat moet je met een bonnetje? Ja, dat is als je samen af wil rekenen. Sorry hoor, ik ben geld aan het pinnen. Dat betekent dat ik ga afrekenen. Hoezo moet ik een bonnetje hebben voordat ik af ga rekenen? Kijk, bij de supermarkt, dan begrijp ik dat nog. En dan heb je een... Ja, je gaat met z'n allen eten of zo. Ja. En dan heb je dat bonnetje en je hebt al die tas met meuk. En dat bonnetje is het bewijs dat je zoveel betaald hebt voor die meuk in die tas. Want dat was €10,95. En iedereen kijkt naar het bonnetje en zegt: oh, maar dat varkensvlees is wel duur. Of zo. Een beetje klagen doen mensen ook altijd. Een dag niet geklaagd is een dag niet gelaafd. Kijk, daar kan je een bonnetje voor hebben. Maar voor bij de pinautomaat? Waarom? Ja, maar ik vertrouw mijn kind niet. En dan laat ik mijn kind pinnen. Maar voor hetzelfde geld gaat ze €100 pinnen. Terwijl ik gezegd heb dat ze maar 50 mocht pinnen. En die 50 die geeft ze aan mij. En die andere 50 die stopt ze in haar eigen zak. Oh, heb je zo een dochter? En daarom wordt mij iedere keer gevraagd: wil je een bonnetje? Want Johan van der Smette die heeft een dochter. Nou, ja, snap je? De irritatie. Dat is niks meer. Ik zit niet te zeuren of zo. Ik sta stil bij hoe het is.
Wilt u een bonnetje? Boch. Nou, dan terug naar de Bijbel. Ja, dan vraag je wel om een pinbonnetje. Ja, heb je gelijk een boekenlegger. Mooi zo. Of een kassabon of zo. Bij de supermarkt hier vraag ik nooit om een kassabon. Ja, behalve die keren dat ik... Maar dat was in het kader van een project. En dan wilde ik inkopen registreren. Dan vroeg ik heel trouw om de bon. Maar dat was voor een project. Nee, het is maar wat hoor. Het is een mooie boel. Iedereen houdt zich bezig met mafketelarij. Punt. Iedereen probeert in leven te blijven. That's it. En het koninkrijk der hemelen is ver te zoeken. Dat vind ik wel mooi van die aanslagen van 11 september. Dan weet jij, even uitleggen over de aanslagen van 11 september 2001. Dat kan helemaal niet. Dat kan Osama Bin Laden niet gedaan hebben. Het officiële verhaal deugt niet. Onwaarheid. Een leugen. En veel mensen die denken van ja, maar het is gebeurd. En wat maak je er druk over? Nou, ik maak me nergens druk over. Ik zit stom van verbazing te kijken naar iedereen om me heen die zich daar geen drukte over maken. Want na die aanslagen van 11 september 2001, daar zijn 3000 mensen bij overleden. Direct. Pak een beet ongeveer. En bij die opruimingswerkzaamheden, want in die gebouwen er zat asbest. Asbest is een bijzonder goed. Dat zijn hele kleine naaldjes. Die gaan diep in je longen. Dat heet asbestvergiftiging. Het is niets meer dan hele kleine naaldjes in je longen. En die naaldjes die zijn zo klein dat ze in de allerkleinste longblaasjes komen. Ja, dan ga je dood aan. Dus 3000 mensen direct. En met die reddingsmedewerkers, met dat asbest in hun longen. En hoeveel? 5000 of zo. En toen hebben ze de Patriot Act. Dus en een patriot is degene die gaat voor het land. De nationalistische wet. Wij Nederlanders hadden geweten dat er dan een probleem is. Ja, die Amerikanen hadden niks in de gaten. En wij ook niet. Wij dachten van, ach, die Amerikanen hebben niks in de gaten, dus waarom wij ook niet? Kwam de Patriot Act. Ja, de wet der landslievende. Zo moet je het noemen. De wet der landslievende. The Patriot Act. En wij een beetje kijken naar Hollywood. En lachen, jongen. Met Donald Duck. Weet die andere ook weer? Miley Cyrus. Of Hannah Montana. En zo laten wij langzaam die donkere deken over ons bewustzijn heen komen.
We laten ons heelal slachten in ons bewustzijn. Ja, een mooie boel is dat. Ik ben er erg tevreden over. Hoe dommer jullie zijn, des te beter ik kom tevoorschijn. Ik heb nergens last van. Luister naar Alan Watt. En hoe de boel in elkaar zit. En ik kan eraan toevoegen, lees je Bijbel. Respecteer dat. Respecteer die, moet je zeggen. Die bibliotheek. De Bijbel is een bibliotheek. Meerdere boeken. Het enige wat ik je kan adviseren. Dus Alan Watt kan je leren van de geschiedenis. En van dat wat ze van plan zijn. En het allerergste komt nog. Dus als je Alan Watt gaat luisteren. Ja, een beetje speed bij de hand of zo. Ik heb gisteravond heb ik speed gekregen in ruil voor wiet. Dat was een buitenlandse vent. En die wilde graag wiet. En het was 1:30 s'nachts. Dus ik zeg tegen die man, ja, dat kan wel. Hij zei, ja, ik heb geen geld, maar wel speed. Ik zei, ja, dat is goed. Dus ik heb nou speed in huis. Nog even gaan gebruiken. En hoe is het ook alweer als jij speed neemt? Een goeie hoor, als je huiswerk wilt doen. Speed, please. Ja, maar dat kan ik niet maken. En waarom niet? Al die mensen die paddenstoelen, dat is er ook zo een. En waarom niet? Paddenstoelen zijn hartstikke, dat mycelium. Het is gif, het is giftig, het is toxisch, zonder meer. En het zijn kleine hoeveelheden. Dus je vergiftigt jezelf met een acceptabele hoeveelheid gif. Je moet niet een kilo van die mycelium achterover gaan werken. Dat kost je kop. Maar een beetje van het mycelium. Je koopt het hier in Arnhem voor een tientje. Heb je een beginnerspakket. Ja, doe het maar. Ja, dat moet je echt doen. Nu zei ik echt uit emotie. Doe het. Het stelt geen reden voor. Maar doe het. Speed ook. Doe het. Ayahuasca. Doe het. En cocaïne, dat wordt wel. Ja, dat valt ook samen met. Ja, cocaïne, doe het ook. Dat is van onzin. Van wie mag het dan niet? Ja, het mag van de Nederlandse overheid niet. En dat is helemaal niet waar. Weet je nog, die dingensaffaire? Dat ze de cocaïne hier toegestaan en lieten arriveren in container dingens. De ICT-affaire. Ja, en dat deden ze alleen maar om de cocaïnedealers op het spoor te kunnen komen. Ze pompen hier de cocaïne naar binnen. Ja, maar Perry, nu klink je negatief. Nee, helemaal niet, man. Je mag
mag er toch blij mee zijn? Hoe moet je anders aan die cocaïne komen? Als de Nederlandse overheid dat niet via de dinges laat binnenvoeren. De Nederlandse overheid verbiedt cocaïne. Daardoor stijgt de prijs van cocaïne. Dat is niet zo leuk. Dat begrijp ik wel. Maar voor de rest, de Nederlandse overheid, die kan de prijs van cocaïne wel laten stijgen. Maar ze moeten wel wat verdienen aan de cocaïne. Ja, het is best makkelijk hoor. Het heet een Nederland BV. Nederland runnen alsof het een bedrijf is. Alleen, ik heb me nooit gesolliciteerd bij de BV Nederlands. Ik kan me niet herinneren. Wanneer heb ik gevraagd om een werknemerschap bij de BV Nederlands? Wanneer dan? Punt 1, ik woon helemaal niet in Nederland. Ik woon op deze wereld. Morgenochtend wil ik kunnen vertrekken naar Thailand. En dan ga ik dus zo'n zonnebank... vrouwtje voor me laten koken. En dan een beetje achterover liggen op het Thailandse strand. Of ik ga naar Bolivia. Wat maakt mij uit? North Dakota, dat lijkt me ook wel wat. Ik denk als ik morgen aankom in North Dakota met een halve een koffer, met een beetje spijkerbroeken, een paar schoenen, extra schoenen en wat sokken en wat t-shirts. Ik zeg hallo met z'n allen. Al mijn laptop moet ik meenemen. Mag ik hier werken? Ik denk in North Dakota dat ze zeggen yes, if you will. Do you speak our language? I think I speak their language. No problem. Dan ben ik weg. Ik woon helemaal niet in Nederland. Waarom? Ik ben eraan gehecht. Er zijn bepaalde aspecten van Nederland die vind ik erg mooi. Maar is dat het enige dat mooi is? Ik weet het niet. Misschien heb ik het wel fout. En jullie dan? Hoe denk je zelf over Nederland? Nou, Nederland is een heel mooi land. Ja, dat weet ik wel. Maar het zit bersens vol met allerlei idioten. En die geloven dat de aanslagen van 11 september 2001 door Osama Bin Laden zijn gedaan. Ja, kan je je voorstellen, vroeger hadden wij sprookjesboeken. En iedereen wist dat die sprookjes niet echt waren. Vrouw Holle en alles van de gebroeders Grimm. Ja, iedereen wist dat die sprookjes niet waar waren. Maar tegenwoordig... Ja, vrouw Holle, dat was echt hoor. Het ging als volgt. En er zaten Hans en Grietje, die zaten... Jezus. Ik kan wel lachen. Van verdriet. Niemand heeft geen drol in de gaten. Mooie uitspraak op zijn Engels van hij die de geschiedenis niet kent, is gedwongen hem te herhalen. En die Amerikanen hebben erachteraan gerijmd van ja, hij die de geschiedenis kent, is gedwongen tanden knarsend toe te zien dat hij wordt herhaald. En dat ben ik. Mijn tanden, ja, dat is niet het grootste succesnummer.
Maar ik kom zo dadelijk in de bijstand en dan krijg ik vanwege de sollicitatieplicht regeling. Dan regelen ze wel een kunstgebit. Zodat ik een beetje smiley-smiley kan aanmelden om trapportalen te gaan schoonmaken. Dus ik zie mijn toekomst helder in. En zorgen maken doe ik niet. Dat heb ik gedaan en nu niet meer. En aan jullie de opdracht om te doen wat je wil. Dit klinkt Aleister Crowley, hè? Do what thou willst. Ik zeg je, doe wat je wil. En kijk naar het resultaat. Aleister Crowley die heeft mensen verleid, betaald voor sekspartijen. En die mensen die zijn in de goot beland. Dat is de vrucht van het werk van Aleister Crowley. Of Crowley. I don't care. Die Brit. Crowley of Crowley? Alistair Kraaienman. Of Kraaiert. Alistair de Kraai. Wat hij gedaan heeft, was precies wat hij zelf wilde. En het resultaat was een aantal mensen dat in de goot is beland. Ik zeg tegen je, doe wat je wil. Kijk goed naar je naaste. Wees voorzichtig. Wees zachtmoedig in je woord. Hou dat in de gaten. Het is het enige dat er is. Want die overheid van ons, ik wil daar niet over zeuren, maar, en nu zeg ik maar, hè? Ik wil daar niet over zeuren, maar het zijn een stelletje leugenaars en de rest. En jij als mens, jij moet jezelf vinden. Waarschijnlijk is het zo dat ook in jouw geval er voor jou mogelijkheden zijn om je naasten lief te gaan hebben. Dat kan inhouden dat je op een dag verdwenen bent. En dan gaat jouw kind maar zonder jou. Want jij gaat zijn met de mensen waarvan je wel kan houden. Dit ruimde, of niet? Het is erg belangrijk. Je individuele zucht naar vrijheid. Geef alles op. Pak je laatste spullen. En ga wandelen. Ga op zoek. Er zijn zoveel mensen die zijn omringd met ongelovigen. Met frikandelleneters. Je zit ergens vast. Ja, maak jezelf vrij. En dat hoef je niet te doen door echt het huis uit te gaan. Nee, dat geeft alleen maar ellende. En dan moet je nog, als je getrouwd bent, moet je officieel gaan scheiden. Ja, dat heb je allemaal niet nodig. Even tegen de vrouwen. Je bent getrouwd met een man. En ja, je vond het heel interessant dat hij altijd naar voetballen keek.
Maar uiteindelijk keek hij alleen maar naar voetballen en meer niet. Nou, moet je van die man gaan scheiden? Dat is de soep is de kool niet waard. Zo. Gaat het niet om. Je moet je als vrouw, als je in zo'n situatie zit, van, oh, wat een ongelooflijk saaie man. Moet jij je gaan afvragen wat jij wil. En dat ga je doen. Geloof mij, als jij als vrouw een plan hebt, wat je coûte que coûte, dat is Frans, hè? Wat je zonder meer, waar je heilig voor gaat. En dat ga je doen. Die man, die, dat is jouw, dan ben jij de herder van de kudde. En die man is jouw hond. En wat ga je doen? Ja, dat weet ik veel. Ja, maar moet ik dan grootse dingen doen? Nee, in principe niet. Dat mag alles zijn. Ook klein. Jij, vrouw... Ik ken het verdriet, hoor, van de vrouwen die mannen hebben. En het is zo saai. Ik ken het. Ik heb het gezien. Ik heb de tante Huppeltje Pup, tante Sus. En dan denk ik, oh, meisje, meisje. En ga je eigen ding doen. Zoek het maar op. En wat wil je dan? Wil je piano gaan spelen? Ja, dan doe je dat toch. En doe dan les gymnopedies van Satie. Erik Satie. Heerlijk, man. En je man die regelt wel een keyboard. Een aanslaggevoelig. Je hoeft niet zo'n grote piano of een vleugel te hebben. En speel Satie. Maak een beetje fun van je leven. En als je geen Satie wil doen, nou, dan ga je wat anders doen. Maar doe iets wat jezelf indruk zou maken. Als je een boek zou lezen, van er was eens een vrouw en die had een hele saaie man en die ging dit doen. Speel dat boek. Laat die man niet in de steek. Dat is erg dom. Het kost ontzettend veel geld. Het lijkt wel bij een scheiding dat je dan gaat cashen. Maar op de langere termijn droogt het uit. Pak je rekenmachine er maar even bij. En natuurlijk moet jij, zeker als je kinderen hebt, laten we daarvan uitgaan. Je hebt kinderen gehad en de oudste is 14. Nou, dan is het tijd voor jou om te zeggen, dag, dag, aapje. Dan is het jouw beurt. En dan ga je leuke dingen doen. En ga maar wat doen. Denk je dat je niet de prinses kan zijn van heer Hugo Waard, omdat je daar in de kantine staat? En jij bent de dramaturg van de kantine. Altijd vers voedsel, altijd, alles helemaal tip-top. Nootjes erbij en een balsamico olie. En pak maar wat je wil.
allemaal zo vers als wat. Dan kom je ook tot je verlichting. Ook al doe je maar kantinewerk. En als je dan een hele slimme bent, ja, dan kan je management induiken. Dan gaan we praten over 6.000 euro in de maand. Verdiend hoor, management. Dat is menagerie, hè? Huishouding. Een manager is een huishouder. Als je huis gehouden hebt, voor een aantal jaar, dan kan jij je huishouden. Dan kan je management ingaan. Niet zo moeilijk. De mogelijkheden zijn alom. Behalve mijn bier, want dat is op. Dus ik ga even naar buiten lopen en een beetje bier halen. Ik vind het overdreven dat ik het zoveel heb gehad over vrouwen. Maar misschien is het juist nodig om die vrouwen te prikkelen. Een beetje te pesten. En ze aan te zetten. Tot arbeid. Ik heb een vrouw ontmoet. Zij heeft beloofd dat ze de dramaturg wil zijn. Ik ben een regisseur en ik kan acteren en ik ben een producent. Dus ik heb het geld ook. En de film die gaat heten, of die heet, mijn eerste film, De Ontvoerde Dochter. En zij beloofde dat ze de dramaturgie, het drama, wilde doen. En ik heb haar telefoonnummer. Misschien heb ik in deze woestijn der verdwaasden de eerste vrouw ontmoet. Dat zou kunnen. Die voorstelling wordt erg mooi. En die gaan jullie kijken. Die gaat viraal op internet. Zo, mijn dochter die zou de hoofdrol spelen. Maar die is tegenwoordig boos op mij. Nou, oké. Maar ik heb niet alle eieren in één mandje zitten. Dus ik heb een nieuwe bitch op het oog. En die heeft gezegd, is goed, ik ga het script bekijken. Dat wordt wel wat. En de pizzacourier, die ben ik nog gisteravond tegengekomen. En die zei nog tegen mij, je moet wel van tevoren, een paar dagen van tevoren, doorgeven wanneer het is. Want anders dan vergeet ik dat. Ja, dat is geen probleem. Ik ben vrouwelijk ook. Natuurlijk doe ik dat. De lichtman is geregeld. De cameraman is geregeld. De audio is een apparaat voor. En dan moet er gemasterd worden. Een compressie eroverheen of zo. En die man die weet dat nog niet, maar dat doet hij wel. Dat is Gert van Santen. Een hele creatieve, technische man. Geweldig. Ja, die doet dat wel. Geen probleem. Dus kom naar die film kijken. Ik zal de opname nog aankondigen. Ik ga ook flyeren, dus dan mag iedereen langskomen.
En misschien doen we wel 3 dochters. 3 verschillende maken. Nee, dat kan je niet doen. Nee, dat kan niet. We moeten wel even repeteren. Mijn eigen dochter, die dan boos is op mij en die wil dan niet meedoen. Ja, die heeft een stem als een nachtegaal. En die andere die ik nou in principe aan de lijn heb. Die heeft ook wel een goede stem, daar niet van. Moeten we nog even oefenen, denk ik. Maar dat komt wel goed. Het wordt 24 augustus in de Brigant in Arnhem. Toegang is gratis. Consumptie verplicht. En ja, je mag rum drinken en tequila hebben ze daar en vodka hebben ze daar en whisky, rode wijn, witte wijn en ijsklontjes hebben ze ook. Dus ja, waar maak je je zorgen over? Kom langs, kom kijken. ...24 augustus. Het gaat linksom, het gaat rechtsom en het gaat. Ik ga even een unboxing doen. Dat is zo'n trend op YouTube, hè? To unbox. Dit is die speed die ik gisteravond heb gekregen in ruil voor mijn wiet. En die zit in een aluminium dingetje. Ja, zoiets als een vaccinelichtje. Man, ik heb het helemaal dichtgedraaid. Het is mijn eigen schuld hoor. Oh. En er valt al wat uit. Ja, ik stop het altijd in mijn mond hè. Oh, is het lekker man. Dat is puur zout. Ja, dat was maar een paar stukjes wiet hoor. Dat is echt niet een hele top of zo. Ik was een heel klein beetje bang. Want hij zei, kom bij mij in de auto zitten. En toen dacht ik, ja. Straks ben jij een... Oh fuck, er valt weer wat. Shit, ik ben alles al slordig hè. Oké, nou dat is dan weg. Oké. Hij zei, kom bij mij in de auto zitten. Ik denk, ja. Waarvoor? Ja, dat was omdat hij even rustig zijn speed... Oh, een lekker spul. Oh, wat heerlijk, man. Ik proef ook iets van Madame Jeannette of zo. Die hele hete peper. Ja, dat is goede speed. Daar heb ik dat stukje wiet eerlijk voor geruild. Ik ben niet ontevreden. Dit is super lekker. En dat gaat straks pas werken. Hè? Want ik moet eerst helemaal in mijn kop trekken. Dan ben ik helemaal gespeed. Net als, weet ik ook weer, Herman Brood. Dope sucks. Oké, nog een beetje. Maar ik snaaf het niet, hè. Ik hou die in mijn mond. En dan lekker door je mond heen. En uiteindelijk heb je heel veel speeksel in je mond. En dan doe je glotch of zo. Dus een slik. Dat vind ik wel lekker. Een tijd geleden, man, dat ik dit gedaan heb. En nu doe ik het gewoon op internet. Er is ook niks meer aan de hand. Een beetje speed. Stel je aan, man.
Wat zit er nou nog in? Nou, even mijn lampje aandoen hoor. Ja, dus even test in, ja, dat jullie ook een beetje weten hoe je drugs moet gebruiken. Dus, vooral niet te druk maken, want ja, je bent drugs aan het gebruiken. Dus, ja hoor, daar onderin zit nog een beetje. Man, wat is dat de kloten verpakt. Maar ja, ik had er ook niet om gevraagd. Hè. Het was niet zo dat ik naar die man toe stapte. Hè. Zeg, mag ik even speed van je hebben? Betaal ik je een tientje? Nee, die man die kwam op mij af en die zei, heb jij wiet? Nou, heb ik nog steeds. Oh, lekker. Oh, ik weet dus niet de naam van die man. Hij had een... Even kijken, wat was het nou? Het was een Toyota. Dat weet ik. Hij had een Toyota. Ja, dat is natuurlijk niet echt een aanbeveling om... ja, ik kom naar Arnhem en ik zoek die man met een Toyota. Ja, de halve wereld rijdt hier met een Toyota. Oh ja, en hij was... donker. Donker van huidsdingen, maar dan heb je... koffiekleurig. En hij sprak keurig Nederlands. Hij was vriendelijk. Ik vertrouwde hem. Want ik ben in zijn auto gaan zitten. En voor hetzelfde geld had hij mij ontvoerd. En dan mijn familie een kaart gestuurd van... Kent u deze persoon? Ik wil €10.000. Ja, maar mijn familie heeft geen cent te droppen. Dus ik vertrouwde die man. Toen kwam er ook nog iemand anders kwam even klop klop doen. Maar die had geen geld. En toen zei hij rot op. Ja, die moet je hebben. Een man met een koffiekleurtje die keurig Nederlands spreekt. En hij heeft een Toyota. Maar dat kan ook een Daihatsu zijn geweest. Het was een auto van Japanse makelij. Ja, meer weet ik ook niet. Lekker hoor, speed. Drugs in het algemeen. Je moet het doen. Ja, maar Herman Brood is dood. Ja, Herman Brood is van het Hilton Hotel afgesprongen. Ja, dat moet je niet doen. Hè? Maar voor de rest mag je doen wat Herman Brood heeft gedaan. Want wat heeft Herman Brood nou gedaan? Hij heeft schilderijen geklodderd. Mooie primaire kleuren. Hij heeft seks gehad met heel erg veel... Ja, maar dat is de schuld van die vrouwen... Denk ik, hoor. Maar goed, hij heeft een kind gehad. Speed heeft hij gesnoven. Ja, of whatever. Wat heeft Herman Brood nou fout gedaan? Nou, hij is van het Hilton afgestapt. De lul homo. Daar ben ik het niet mee eens. Ik ga dat niet doen. Rem af. Dope sucks. Herman Brood vind ik geweldig hoor. Dat ben ik. Patti Smith heeft een nummer gemaakt. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Maar Herman Brood is dood gegaan voor iemand zijn zonde. Maar niet voor die van mij. En daarmee vergelijk ik Herman Brood met Jezus Christus. Heb je de grap? Herman Brood was... cool. Wat zou er gebeuren met Nederland als iedereen wordt zoals Herman Brood was? Doopzaks toedeloe toedeloe toedeloe. Doopzaks toedeloe toedeloe toedeloe. Doopzaks toedeloe toedeloe toedeloe. Doopzaks is coming out of my nose.
zou een mooi Nederland worden. Ik ben ervan overtuigd. En van Herman Brood is het maar een klein stapje naar de Bijbel. Herman Brood heeft het over de waarheid. Dat eerste album van hem, Street, heet het wel. Is goed, man. Luisteren met een koptelefoon. Of je hebt van die hele dure vrijmetselarijboxen. Ik heb er hier twee te koop, by the way. Je mag ze zo komen ophalen. Ze kosten destijds €2000 per stuk. Nee, gulden, sorry. Er zit een marmeren plaat onder. Die heb ik nog extra gekocht. Die zijn keurig gelijmd. Gouden, waar je kabel in moet doen, dat is goud. De bekleding is wel bekrapt door poezen. Ik weet ook welke poezen, maar die zijn inmiddels dood. Daar kun je niks meer van terugkrijgen. Dat kan je zo komen ophalen. Kan je ook Herman Brood draaien. En anders een koptelefoon. En dan het album Street. Daar zou ik mee beginnen. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Ik stel dat erg op prijs, hoor. Je weet niet hoeveel ik dit op prijs stel. Waarom? Want je hebt het wel gehoord dat ik praat vanuit een woede. En woede staat gelijk aan verdriet. En jullie luisteren naar mijn woede en mijn verdriet. En gedeelde smart is halve smart. En daarom ben ik jullie zo dankbaar dat jullie naar me luisteren. Al is er maar één luisteraar. Dan deel ik mijn smart met die ene luisteraar. Het liefste deel ik mijn smart met 144 luisteraars. Dat zou ik fijner vinden. Ja. Met ter tijd. Daar wacht ik op. De rechtvolle broers, de righteous brothers, die hebben gezegd, tijd gaat zo langzaam. Gaat zo langzaam. Mijn lieverd. Weet dat nummer ook alweer? The Righteous Brothers en dan... Ja, Time Goes Slowly. Goes slowly, my darling. But time can mean so much. Alone with you. Weet het ook weer, dat is een nummer. Ah, dat maakt me niet uit. Ik ben van plan om een samenwerking aan te gaan, om een schijnhuwelijk aan te gaan met een vrouw. Dat is zoveelste absoluut stomste idee van mij. Maar ja, stomme ideeën, daar moet je voor gaan, of niet? Anders gebeurt er helemaal niks. En op zijn hamburgers. Zaak hier. Tjus. En dag lieverds.